Oké. We gaan beginnen met de live uitzending op Facebook met over hoe programmeer jij je brein voor meer succes en meer geluk. Ik geef iedereen een paar minuten om binnen te komen. Dus we gaan gewoon beginnen met een aantal belangrijke zaken. Zodat die mensen die nu niet kijken, maar straks wel kunnen kijken, alvast ze kunnen voorbereiden. Stap 1, wat je wil bereiken, is dat je een pen en papier hebt. Want dit is niet zomaar een babbel en ik ga niet even hier jou allerlei leuke verhalen vertellen. Ik ga je structuren, strategieën en systemen geven waarvan ik weet met 100% zekerheid dat wanneer je die volgt, jij jouw brein programmeert voor meer succes en meer geluk. Daar ga ik het zo dadelijk over hebben. En ik heb natuurlijk een paar aantekeningen gemaakt enzovoort. Dus waar het met name om gaat is zo dadelijk dat we niet praten over mindset, maar we praten over het gebruiken van je brein. Dat is een heel ander, concept. Heel veel mensen die praten nu tegen over mindset. Ik heb bijvoorbeeld met enorm veel bewondering gekeken naar Michael Pilarski, die een van de experts is op het gebied van mindset en daar hele grote successen mee bereikt. En ik heb hem zelfs ontmoet. We hebben een heel mooi gesprek gehad en ik vond het heel leuk dat hij vertelde dat een van mijn boeken hem had geïnspireerd. En ik heb hem verteld dat hij mij inspireerde. En het is leuk te zien dat wij allemaal op onze eigen manier, met onze eigen expertise, bezig zijn. En voor mij, mijn expertise komt gedeeltelijk uit mijn praktijk als holistisch arts. En werken met hele moeilijke patiënten. Een van de meest wormende, laten we zeggen, een van de meest uitdagende situaties voor mij was altijd werken met kankerpatiënten. En dat zeg ik niet omdat ik nou geloof dat ik zo goed ben in genezen van kanker. Helemaal niet. Maar als iemand bij mij komt met kanker, dat is voor mij een uitdaging. Niet zozeer dat het moeilijk is of niet moeilijk, want ik kan ook helemaal niet mee associëren. Maar als arts en als mens is het belang van mijn patiënt net zo belangrijk als mijn belang. Dus iemand mij komt en mij vraagt van kan je me helpen, dan ga ik er 100% voor. En ik heb het meest geleerd van mijn kankerpatiënten. En ik noem het even kankerpatiënt, maar ik bedoel natuurlijk mensen met kanker die bij mij kwamen. En het was altijd uitdagend, want ik ging er heel intensief op in. En sommige mensen heb ik zelfs heel intensief dagelijks begeleid. Omdat we bijvoorbeeld van de andere artsen te horen hadden gekregen dat ze maar een paar weken of een paar maanden te leven hadden. En ik heb daar heel veel van geleerd over mindset, maar meer over onderbewuste en bewuste. En ook hoe de brein dus werkt, wat we wel of niet moeten doen. En gebaseerd op die strategieën gaan we heel veel vandaag bespreken. Met als, achterliggende gedachte dat op 2 en 3 juni ga ik een workshop geven. En dat heet Innerlijke Kracht. En alles wat ik ga vertellen is een soort inleiding naar die workshop toe van Innerlijke Kracht. En ik hoop dat je naar aanleiding van wat ik hier ga vertellen besluit om ook te komen. En ja, je hoeft niet te komen. Wat ik je geef blijft enorm waardevol. Maar het heeft te maken met, wil je nog een laagje dieper aan het eind van deze Facebook Live, dan bied ik je dat aan. En tegen heel betaalbare prijzen. En sommigen van jullie weten dat ik met name dit ben gaan doen dit jaar. Was ik helemaal niet van plan. Maar eind oktober vorig jaar overleed mijn moeder. En mijn moeder had een hele mooie naam, Istanita. Wat betekent iets like, hoe mooi. Je bent zo mooi. Dat is de naam van mijn moeder, Istanita. En Istanita, mijn moeder, die heeft bij haar overgaan mij gevraagd iets te doen tegen goed betaalbare prijzen voor mensen die om mijn techniek en ervaring met hen te delen. En waar het om gaat is dat ik normaal workshops geef die 4 dagen duren. Dat kost nogal wat geld. Dat kost soms tot 1000 euro. Dus ik heb nu gekozen om workshops te geven die een stuk goedkoper zijn qua prijs, maar niet qua content. Dus in deze workshop geef ik alles wat ik te geven heb. En wat belangrijk is om te begrijpen is, een gedeelte van mijn kennis komt natuurlijk uit behandelen van patiënten. Een ander gedeelte van mijn kennis komt van sport.
En dus ik ben zelf atleet. Ik heb vanaf mijn zesde levensjaar net een post gedaan op Facebook. Dat ik op mijn vijfde, zesde levensjaar al geïnspireerd werd door mijn vader. Mijn vader was een zogenaamde bodybuilder. Nou, niet echt. Hij werkte met wat gewichten. En al de jongens ook met gewichten werken natuurlijk. Maar die heeft me wel geïnspireerd voor de rest van mijn leven. En ik ben nog steeds elke dag bezig met sporten. Elke dag, 6 dagen in de week, zeg maar even zo. En ja, het is heel intensief. En dat, mijn lichaam voelt ook zo. Ik voel heel fit, ben heel vitaal. Op mijn 64, bijna 65, voel ik me net zo fit als 10, 20 jaar geleden. Dus de andere komt uit sport. Ik heb heel veel wedstrijden gewonnen. In judo, karate, kickboxing, full contact. Maar ook in pingpongen, tennis, zwemmen, atletiek. Dus ik ben altijd heel erg competitief geweest. En competitie voor mij betekent niets anders dan hebben van de juiste mentale instelling. Hoe programmeer jij je brein om te winnen? Ik heb daar allerlei technieken voor ontwikkeld. Lang voordat ik arts was, was ik al een onverslaanbare kampioen in karate en in kickboksen en in judo en in allerlei andere vechtsporten. Ik heb honderden wedstrijden gewonnen en zelden verloren. Dat is dus een andere tak. En daarnaast ben ik op een persoonlijke reis gegaan. Met name heb ik eerst Tony Robbins gevolgd en vervolgens verschillende andere mensen. En het is op een gegeven moment een spirituele reis geworden. En in die persoonlijke reis heb ik enorm veel geleerd. Nog steeds volg ik heel veel workshops. Ik ben altijd geïnteresseerd om te studeren. En wat mijn brein dus doet, die integreert alles. Dus ik zie dingen niet in hokjes. Ik zie dingen in een soort, noem het maar, synergie met elkaar werken. Dus wat ik ga presenteren is geen NLP, het is geen visualisatie, het is niet de wet van aantrekkingskracht. Het is een combinatie van heel veel verschillende dingen. Maar wanneer we praten over het brein, praat ik over specifieke technieken die te maken hebben met het brein. Intussen zijn wat meer mensen binnengekomen. Welkom. Als je me nog niet kent, ik ben Roy Martina, holistisch arts, business coach. En sinds februari dit jaar ben ik in Nederland gestart met een aantal workshops. En mijn eerste workshop was de Kickstart. Mijn volgende workshop, 2 en 3 juni, is de Kick-Ass. En in november hebben we de Kick-Off. En in september hebben we het anders. En by the way, er komt een nieuw boek van mij uit op 25 mei. En op 25 mei geef ik samen met 8 andere auteurs in Bussum, in het Spant. En in het Spant in Bussum geef ik een next business level. En waar ik ga werken met ondernemers die congruent willen worden met hun dromen. Mijn boek heet Onstopbaar Succes. Ik heb ook een website, onstopbaarsucces.nl. Daar kun je alle informatie over vinden. En je kan het boek ook kopen op boekmanagement.nl. En wanneer je mijn boek koopt, krijg je van mij een aantal bonussen. Een van de bonussen is een van mijn lievelingsprogramma's in 21 dagen stressvrij. En dat is een programma om je mind te trainen om anders met stress om te gaan. Een andere bonus die je krijgt is dat op 21 september krijg je van mij een gratis implementatiedag van het boek. Dat doe ik samen met Winston Scholsberg. En dan gaan we dus echt 1 dag lang alles wat we kunnen noemen integreren in jouw systeem. Nou, dat is een fantastisch cadeau voor een boek van €20. Dus ik wil dat niet alleen een boek verkopen, ik wil succes verkopen. Ik wil dat mensen echt succesvol worden. Nou, dus dat even ter inleiding. We gaan nu beginnen met de workshop. Ik noem het workshop van hoe programmeer ik mijn brein voor meer succes en meer geluk. En voor mij zijn die twee dingen onafscheidelijk met elkaar verbonden. Ik kan niet succesvol zijn als ik niet happy ben. Ik kan niet succesvol zijn als mijn hartje niet blij is. En mijn hartje is niet blij van het succes. Mijn hartje is blij van wie ik ben met mijn succes. Dus dat is mijn eerste tip voor jou. Als jij denkt aan de toekomst en je denkt aan een bepaald doel dat je wil bereiken, wat doet het bereiken van het doel met jou? Hoe maakt het bereiken van jouw doel jou als persoon krachtiger? En een van de redenen dat ik dit zeg is dat het onderbewustzijn, want daar gaan we ook over praten vandaag, heeft één probleem. En dat is dat het geprogrammeerd is geworden door coaches die niet gediplomeerde coaches waren. En ik heb het over je ouders, ik heb het over de onderwijzers en ik heb over de leraren die jou hebben beïnvloed. En dan heb je daarnaast ook nog andere, je vriendjes, je vriendinnetjes, je omgeving heeft je ook beïnvloed, sorry, die heeft je ook beïnvloed.
En daarnaast heb jij een bepaalde identiteit ontwikkeld. Hè? Je bent dus op wat voor manier ben je geworden wie je bent. En heel veel mensen nemen aan dat wie ze zijn, dat zeker als je ouder bent, dat vrij vast is. Laat me één ding vertellen daarover. Ik ben in 2012, eind 2012 ben ik getrouwd met mijn vrouw Joy. En ik dacht, en ik meen het echt, en misschien is het totale arrogantie van mij. Ik dacht dat ik oké was. Ik heb zoveel aan mezelf gewerkt. Ik heb zoveel gedaan, zoveel workshops gevolgd. En ik dacht, ja, ik stap het huwelijk in. Mij kan niks gebeuren. Ik ben er klaar voor. Ik ga me 100% geven. En nou, dat ging dus niet zoals ik dacht dat het ging. Want wat blijkt nou wanneer je van iemand houdt, wanneer je intens van iemand houdt, dan word je onbewust getriggerd en in je brein zit een gedeelte en dat heet je reptiele brein. En je reptiele brein is dus altijd bewust op gevaar. Dus die is altijd in de opletten, de reptiele brein is eigenlijk heel erg pessimistisch, dus die ziet eerder dat het glas half leeg is dan half vol. Dus wij moeten onszelf programmeren om andersom te denken. Maar dus mijn reptiele brein, die werd enorm getriggerd door allerlei soorten zaken. Want hoe meer je van iemand houdt, hoe meer je angsten ontwikkelt om die persoon te verliezen. Dus je wordt daardoor door dingen getriggerd die je niet eens wist dat je zou gaan triggeren. Dus in mijn huwelijk heb ik ontdekt dat wanneer ik werkelijk mijn hart open. En wat ik heb ontdekt ook is dat dit de eerste keer is dat ik 100% een commitment had gegeven aan wie dan ook. En ook dat heb ik moeten terugtracen laten we zeggen helen. Want waarom heb ik mijn hart dan afgesloten? En daar zijn allerlei factoren voor. Maar het belangrijkste was dat anderhalf jaar na mij een broer van mij geboren werd. En ik werd zeg maar in mijn interpretatie van de wereld werd ik gedumpt en er kwam iemand voor mij in de plaats en ik was toen nauwelijks net anderhalf of zo. En dat heeft een trauma bij mij gecreëerd, het band met mijn moeder eigenlijk verslechterd en daardoor ook mijn openheid voor intimiteit. Nou, dat zijn dingen die ik aan moest werken om in mijn huwelijk, zeg maar, werkelijk volledig mijn hart te kunnen openen. En het gelukkig is het zo dat mijn vrouw een student van mij was en daarna zelf heel veel had gedaan. Dus wij kunnen onze technieken gebruiken om te blijven groeien. En daardoor is er nu iets ontstaan waarvan ik nu weet dat het onverbrekelijk is. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Dat het veilig voor mij en voor haar is om volledig onszelf te zijn. Dus wanneer wij gaan reizen naar de toekomst, wanneer wij doelen hebben, is een van de allerbelangrijkste dingen, is het veilig voor ons in die nieuwe situatie die we aan het creëren zijn. Bijvoorbeeld rijk zijn. En daar heeft iedereen natuurlijk een mening over, of een droom over, of sommige mensen hebben zelfs die droom opgegeven, van wat betekent om rijk te zijn. Maar op het moment dus dat jij rijk ziet, als bijvoorbeeld, dan zijn mijn problemen opgelost, en dat gaat hem niet worden. Dus wanneer je kijkt naar de toekomst en je ziet jezelf rijk, is het allerbelangrijkste wat jij moet weten, wie ben ik wanneer ik rijk ben. Want je reptiele brein wordt dan getriggerd op een andere manier. Bijvoorbeeld, wanneer je heel veel geld hebt. Ik krijg waarschijnlijk 40 miljonairs in september hier bij ons thuis in onze retreat. Die net heel veel geld hebben verdiend, gewonnen met investeringen. En in één keer enorm rijk zijn geworden. En dat triggert bepaalde dingen in mensen. Dat triggert zoveel dingen in jou. Dat wil je niet eens weten. Dus ik ga samen met mijn vrouw ga ik deze mensen een week lang begeleiden om ze congruent te worden, te maken met een nieuw verworven rijkdom. En daar weet ik heel veel van, omdat ik juist met heel veel rijke mensen heb gewerkt, miljonairs. Ik heb zelfs 2 keer de kans gehad om met een miljardair te werken. En ik werk nu met een miljardair en daar doe ik zelfs workshops mee enzovoort. Daar zul je in de toekomst meer over horen. Maar dus op het moment dat wij dus een doel hebben bereikt dat groter is dan onze onderbewuste aankan, gaat die reptiele brein, die gaat dus reageren en die gaat jou saboteren. Dus het is heel belangrijk om te weten dat hoe anticipeer ik van tevoren dit soort zaken en hoe werk ik daaraan. Daar wil ik je een aantal tips over geven. En daarnaast heb je dat het onderbewuste niet gewend is te werken met het woordje en. Het onbewuste is eigenlijk getraind dat je moet kiezen tussen 2 dingen of meerdere dingen. Dat je eigenlijk nooit alles mag hebben. Je kan niet en succesvol zijn in je carrière
en een heel mooie relatie hebben. En gezond zijn. En rijk zijn. En heel veel plezier hebben. Dus het lijkt net alsof het onbewuste geprogrammeerd is om uit het menu een paar dingen te kiezen. En dat heeft allerlei oorzaken die ik nu niet kan gaan uitleggen, maar dat op 2, 3 juni in de Kick-Ass Weekend wel dieper op in kunnen gaan. Dus we hebben al daardoor geloofsovertuigingen ontwikkeld die niet kloppen. Laat ik het even in het Engels zeggen. In het Engels zeggen ze: you cannot have your cake and eat it too. Nou, hoe moet je dat vertalen? Je kan niet je taart hebben en het ook opeten. Nou, wat voor soort onzin is dat? He, dus, en dan de volgende. If something looks too good to be true, it probably ain't true. Dus als iets er te goed uitziet, is het waarschijnlijk niet oké. Okay. Dus neem dat even in je gedachten mee, dat dat zijn onze programmeringen. Nou, stap 1 is, wat wil je? En ik ga je daarbij helpen. Wat wil je? En de vraag is, ga je voor je dromen of ga je voor een meer realistische aftreksel van je dromen? Ga je voor wat je echt wilt, wat je echt je verlangen zijn, of verwater je het een beetje of niet? Nou, in NLP praat ze dan over smart goals. En ik heb een nieuwe definitie voor smart goals. En als je het wil, mag je het opschrijven. De S staat natuurlijk voor specifiek. Dat is in NLP ook zo. M voor meetbaar. Dus je wil weten van ja, waar ga je voor? Als je zegt van ik wil rijk worden en het is niet meetbaar. Meetbaar voor mij is in bijvoorbeeld bezittingen. Wat ben je dan op een gegeven moment waard? Hè? Wat is jouw waarde dan? Dus je waarde is 10 miljoen, 1 miljoen, 100 miljoen, 1 miljard. Dus dat is meetbaar. Een waarde is meetbaar. En de A staat voor associatief. Het moet geassocieerd worden met een gevoel van blijheid. Ik gooi daar bovenop een gevoel van liefde, gevoel van dankbaarheid. Dus mijn hartje moet blij zijn wanneer ik denk aan die droom die ik ga realiseren. Ik moet er helemaal, 's ochtends als ik opsta en ik denk aan die droom, dan word ik daar blij van. En dat is één ding. De andere is, in het NLP wordt gezegd realistisch. En daar ben ik het niet mee eens. Want realistisch betekent dat we weten of het haalbaar is of niet. Ik ben daar geen voorstander van. Als ik alleen maar voor realistische doelen was gegaan, was ik nooit waar ik vandaag ben. Dat ik nooit bereik wat ik vandaag heb kunnen bereiken. En in mijn optiek heb ik heel veel bereikt. Ik ben een van de meest succesvolle artsen van Europa. En niet alleen in Europa, maar ook nu in China. En straks ook in Amerika. Ik ben in Amerika al enorm succesvol geweest. Maar ik ben toen weggegaan. Dus wat ik er realistisch voor heb meer veranderd is: is het real? Is het echt wat je wil? Dus de R staat voor real. Niet voor reality, niet voor realistic, maar is het real? Is het wat je echt, echt wil? Yes? Is het niet verwaterd, zeg maar? En de laatste is tijdslijn. Tijdslijn is in welke tijd wil je het manifesteren? Waar ik je bij wil zeggen dat je tijdslijn nooit zal kloppen. Je kan nooit in precies een tijdslijn manifesteren, maar je kan wel ongeveer aangeven. Wil je het in een jaar, wil je het in 5 jaar, 10 jaar? Maakt niet uit. Dus ik herhaal, specifiek. Dat is de eerste. Meetbaar. Geassocieerd. De avond associatief met je hart. Dus is je hart ermee verbonden of is alleen je hoofd? Dus associatie van dankbaarheid, liefde en ook geluk. Dat wil je dus in elke doel wil je die associatie hebben. Dat het meer aan je geluk bijdraagt, meer aan je dankbaarheid bijdraagt en meer jou meer liefdevoller doet zijn. En liefdevol kan zijn door bijvoorbeeld meer aan liefdadigheid gaan doen. Daden van daadkracht van liefde. Hè? Dus het geven. Overvloed betekent ook aan anderen geven. En dan heb je de tijd. Dan heb je real. Is het echt wat je wil? En dan heb je de tijdslijn. Dat is mijn definitie van smart goals. Nou, dan hebben we. Wat dan? Oké, nu ga ik praten over een begrip dat voor heel veel van jullie misschien onbekend is. By the way, als je geïnteresseerd bent in deze video, als je blij bent met wat ik je te vertellen heb, alsjeblieft deel ook deze video met je vrienden, met wie dan ook, want hiermee kunnen we meer mensen bereiken en wat ik hier te geven heb, dat is gewoon gratis. Het is gewoon goede content dat gratis is. Ik neem ondertussen een slok, terwijl jij even misschien je video wil delen met een ander. Met je vrienden, die ook succes en meer geluk gunt.
wat we gaan doen is in onze brein een hologram creëren. Nou, wat is een hologram? Nou, wat je weet is, of niet weet, is een hologram is een driedimensionale weergave van iets. Dus het kan tweedimensionaal zijn of eendimensionaal. Dus een eendimensionaal doel is, ik wil rijk zijn. Dat is eendimensionaal. Een tweedimensionale doel kan zijn, ik wil rijk zijn omdat ik iets daarmee wil gaan doen. En je kan een tijdslijn aan verbinden en je kan van alles nog aan verbinden. Holografisch wordt het wanneer het werkt volgens de principes van de brein. Dus de brein heeft 5 sensoren, net zoals tegenwoordig. Ik heb een Tesla auto en daarvoor had ik een Mercedes en die hebben allemaal radars. Dus ik kan precies zien hoe ver ik van een andere auto ben en hoe ver een andere auto achter mij is of een auto naast mij is. Dus ik heb een soort, ik heb sensoren waardoor ik heel precies in die auto mijn ruimte kan innemen. Ook als ik parkeer. We hebben natuurlijk achteruit rijden, videocamera. En in mijn auto heb je precies dat je afstand tot bijna op de centimeter kunt bepalen van een ander object. Waardoor het natuurlijk veel makkelijker wordt om te parkeren. Nou, de hersenen werken dus ook zo. De hersenen werken met een hologram. Om iets werkelijk krachtig te maken in je hersen, moet je alle 5 sensoren gebruiken. Met gebruik van de 5 sensoren krijg je een 5, wat we noemen een 5-vectoriële hologram. Je kan een 3-vectoriële hologram hebben, je kan een 4-vectoriële hologram hebben, je kan een 5-vectoriële hologram hebben en je kan 6 of 7-vectoriële hologram hebben. En ik leg de 6e ook gelijk uit. De 6e is dus beweging. Dit is een film. Dus een 5-vectoriële hologram is de 5 zintuigen. Die zijn allemaal daarin vertegenwoordigd. Ik laat je zo eigenlijk zien hoe dat werkt. En dan kun je de beweging aan toevoegen. Dus hoe reageer je? Hoe ben je interactief bezig? Hoe ga je anders met uitdagingen om? Hoe beleef je de nieuwe status van zijn? Jouw nieuwe doelen die je hebt bereikt? Hoe beleef je dat? Dus wanneer je dus daar andere zaken aan toevoegt, dus interacties, dan heb je dus 6 vectoren. En ik kan ook nog een 7e vector aan toevoegen, is dan wat ga je teruggeven, je contributie aan de wereld. Dus je krijgt niet alleen de interactie, maar je krijgt dus dat je in overvloed ook terug gaat geven aan de wereld. En dan wordt het echt super interessant. Dus nou, hoe zit dan die 5 kanalen of 5 vectoren dan eruit. En dat zijn onze 5 zintuigen. We willen het zien. We willen het visuele kanaal. Daar zijn verschillende trucs voor. Je kan visualiseren. Je kan een vision board maken. Idealiter doe je allebei. Ik heb verschillende vision boards in mijn kamers. Die allerlei verschillende dingen representeren. Waardoor mijn onderbewuste en mijn brein continu gebombardeerd worden. Met beelden uit een van de mogelijke toekomsten die ik zou kunnen manifesteren. Dus één is visueel, de tweede is auditief. En auditief, dus met visueel hebben we 2 componenten. Dus wat we visualiseren en wat we zien. Dus het creëren van een vision board, dat zie je dus met je echte ogen. Visualiseren zie je eigenlijk met je, wat we noemen, je brein. Dat visualiseer je van binnen, doe je niet met je ogen. Nou, dan hebben we het auditieve, en dat werkt precies hetzelfde. En dat heeft te maken met wat je dus extern dus zegt. Sommige mensen noemen dat wat affirmeer je, maar dat gaat verder dan affirmeren. Is hoe praat je over jezelf, hoe praat je over je toekomst. En wat doe je intern? Dus we hebben een interne kant en een externe kant. En intern zijn je, ik doe even zo, maar intern zijn eigenlijk je gedachten. Welke soort gedachten heb je daarbij? Dus dat is ook belangrijk dat we die 2 combineren, intern en extern. Dus wat zeg je tegen anderen? Wat zeg je over jezelf? Wat zeg je over de toekomst? En hoe doe je dat ook binnen jezelf? Derde is sensitief, dus eigenlijk kinesthetisch. Dus hoe voelt dat voor jou de toekomst? Dus je ziet de toekomst, hoe voelt dat voor je? En kun je dat gevoel ook in je dagelijks leven terugbrengen? Bijvoorbeeld dankbaarheid. Hoef je niet te wachten tot je doel hebt bereikt, maar dan kun je nu al reeds dankbaar zijn. Dat doen ze in de wet van aantrekkingskracht dus ook. En dan heb je dus nog het volgende, de olfactorische. Dus wat je ruikt. Nou, en hier praat dus over een anker. Je kan een geur verbinden met die toekomst. Net zoals je een kleur kan verbinden met die toekomst, kun je ook een geur verbinden met die toekomst. Dus bijvoorbeeld, je kan een geurtje uitkiezen, liefst
een natuurlijk geurtje zoals aromatherapie. En wanneer je gaat visualiseren of je gaat richten op de toekomst, ruik je aan dat geurtje voordat of tijdens dat je dat dus doet. En dat geeft een hele speciaal effect, met name het emotionele circuit van de hersenen, ook bekend als limbisch systeem. En dat wordt onmiddellijk opgenomen en wanneer je het verbindt met prettige gevoelens over de toekomst, op het moment dat je dat ruikt, dan is zijn herinneren de hersenen zich onmiddellijk dat van de toekomst. En je krijgt ook beelden van. Denk maar even aan het volgende. Stel je voor dat je ooit in je jonge jaren vakantie bent geweest in Spanje, God weet waar. Je werd verliefd op iemand die had een bepaalde soort parfum of eau de cologne. En dat is een anker geworden voor die persoon. Jaren later, je hebt die persoon niet meer gezien, of misschien is het slecht afgelopen, misschien was het maar heel kort. Jaren later krijg je die geur, precies dezelfde geur. Onmiddellijk is die herinnering dus erin. Dat is meestal in het verleden. Nu maken we de herinnering naar de toekomst toe. En dat is vele malen krachtiger dan je kan voorstellen. Dus dat is anders, het olfactorische. En last but not least is het proeven. Nou, hoe ik het doe, dat ga ik je ook gelijk meegeven. Ik verbind aan de toekomst bijvoorbeeld piña colada en champagne. Waarom? Omdat champagne voor mij iets is dat ik drink om iets mee te vieren. Dus wanneer ik champagne proef, dan heb ik onmiddellijk anker voor mijn succes in de toekomst, maar ook mijn succes nu. En piña colada geeft voor mij aan meer het idee, ik ben op een Caribisch eiland, kan ook Hawaii zijn of Malediven of Mauritius, maakt niet uit. En daar lig ik aan het strand, heel relaxed, met mijn piña colada. Voor mij is dat de sfeer ook van succes. En terwijl ik dat dus drink, dan weet ik dat mijn bankrekening gewoon doortelt. Dus dat ik ook passief inkomen heb, dat ik niet daarvoor actief hoef te werken. Dat is voor mij echt een succes. Dus dat zijn de vijf vectoren. Eén visueel, dus bij visueel visualiseren, dat doe je dagelijks. Je hebt een vision board, hè? Dus je wat ze noemen ook een mood board, waarbij allemaal plaatjes zijn van hoe jij je succes voorstelt in de toekomst. Het is auditief, je let op wat je zegt. Je let op wat mensen tegen je zeggen en je let ook op je interne dialoog. Dan is het kinesthetisch, sensitief. Hoe voelt het voor jou? Nou, ik heb gezegd geluk, dankbaarheid en liefde. En daarna wil je het verbinden aan een geurtje. Dat doen de meeste NLP'ers niet helaas. Dat is een van de krachtigste dingen die we gaan doen in het weekend op 2 en 3 juni. Krijgt iedereen van onze hele speciale aromatherapie mee. Waarmee we dus die toekomst gaan ankeren. En last but not least, we gaan het ook proeven. Champagne, piña colada, maar je kan je eigen drankje uitzoeken natuurlijk. Bijvoorbeeld shout van Mai Tai of iets anders. Dat maakt niet uit. Je kan gewoon jouw voorkeursdrankje doen. Het kan ook wijn zijn, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is de basis. Nu hebben we de hologram gecreëerd. Dus elke dag als je gaat visualiseren, heb jij klaar naast jou het geurtje dat je wil gaan gebruiken. Je ruikt dat, je visualiseert dat. Je voelt, je praat tegen jezelf in je visualisatie. En daarnaast ook stel je voor hoe het zou proeven enzovoort. Dan heb je alles in dat en dan breng je het in beweging, in interactie. Dus je ziet jezelf nu in bepaalde situaties. Dus het wordt een filmpje. Hè? Dus in mijn filmpje bijvoorbeeld zou het best kunnen dat ik reis in een privévliegtuig. Noem maar even iets. Hoeft niet meer door zoveel controles en gedoe. En ik kan direct van mijn huis bijvoorbeeld naar China vliegen. Dat zou voor mij een hele mooie droom zijn. En die wil ik ook waarmaken. En de elektrische vliegtuigen komen eraan. Dus dat is niet lang meer. Nou, dus dat is eigenlijk de holografische representatie van je toekomst. En daarmee programmeer je brein tot enorm succes en geluk. Nou, dat is niet het enige. Het andere stuk waar we aan moeten werken is onze identiteit van succes. Dus het visualiseren, het wensen, het dromen is niet voldoende. Je wil dus ook, met name, wil je de identiteit bezitten. Je wil de eigenwaarde bezitten, de geloofsovertuigingen en ook het beleven. Dat zijn de dingen die in identiteit thuis hoort. En ik ga elk even kort bespreken. Nou, eerst de eigenwaarde. Wat je wil affirmeren, ik ben het waard en ik heb dit al verdiend. Je moet niet zeggen, ik moet dit nog verdienen. Ik heb dit verdiend. Dit is gewoon wat ik waard ben. Dit is van mij. Het is helemaal waar voor jouw onderbewuste. Dat is waar je aan werkt. Is het werk aan je identiteit. Dat jij dat verdient en het waard bent. Dan dat je geloofsovertuiging. Mijn geloofsovertuiging is dat ik het 100% zeker kan waarmaken. Ook al weet ik niet hoe. Het hoe is voor mij totaal niet belangrijk. Hoe is alleen belangrijk voor realistische doelen.
Realistische doelen, die zijn voor mij makkelijk. Als ik 5 kilo wil afvallen, dan dat is voor mij een realistisch doel. Daar kan ik, dat is een heel ander systeem voor mij. Ik doe hetzelfde, maar ik weet gewoon precies hoe ik dat moet gaan doen. Zeg ik iets anders, ik wil 10 kilo afvallen, dat is heel wat anders. Nou, dus dat gezegd hebbende, het moet in je identiteit komen. Dat doe je door het te affirmeren tijdens jouw visualisaties. Van ja, dit is gewoon zo. En mijn geloofsovertuiging is, niet zal mij tegenhouden om dit te bereiken. Vandaar ook, de titel van mijn boek heet Onstopbaar Succes. En dat betekent dat de grootste successen van mijn leven moet ik nog gaan realiseren. Die liggen nog voor mij. Terwijl de successen die ik heb al gerealiseerd heb, liggen achter mij. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar waar ik nu naartoe ga, is de volgende kwantumsprong in succes. En daar, ik moet 100% geloven en overtuigd zijn dat ik dat kan. En daar werk ik dus continu aan. Een van mijn dromen, om je dat te vertellen, is ik wil een mega groot gezondheidscentrum, spa, creëren. Dan praat ik over mega groot. In de vorm van een piramide. Dat is mijn droom. Waar de holistische geneeskunde wordt bedreven op dusdanige manier dat het economisch goedkoper is dan de normale ziekenzorg. En waar we heel veel mensen heel rap genezen. Nou, ik wil een aantal van deze piramides op de aarde neerzetten. En dat vraagt enorm veel werk, enorm veel inspanning, maar ook enorm veel geld. We praten over miljarden voor mijn droom. Nou, hoe ik dat ga doen, I don't know, I don't care. Het enige wat ik hoef te doen, is dus mijn plan uit te werken. Ik moet het specifiek meetbaar, wat was het ook weer? Specifiek meetbaar, associatief, real en een tijdslijn voor plannen. Mijn tijdslijn is 3 tot 4 jaar. Dat is best wel kort. Zal ik het halen, zal ik het niet halen? Mag het 5 jaar zijn? Ook goed. 6 jaar? Niet wat ik wil, maar zolang het komt. Hè? Dus dat is mijn commitment aan mijn tijdslijn. Nou, dus, ik geloof 100% zeker dat dit komt. Ik weet dat dit komt. Ik leef ervoor dat dit gaat komen. Heeft alles te maken met waarvoor ik hier op aarde ben. Dat is hoe ver ik ga in deze hele grote droom. En heeft dat consequenties voor mij, mijn gezin en alles zo? Natuurlijk, absoluut. Ik ben waarschijnlijk de beste klant in mijn holistisch centrum, want ik wil zorgen dat ik piekgezond blijf, in piekstaat blijf, op zijn minst tot 120 jaar. En met het centrum gaat het met dat zeker 100% lukken. Nou, dat is één ding. Even kijken nu, even kort over de vision board. Dus een vision board, die doen wij met plaatjes, meestal uit magazines en woorden en dat soort dingen. De meeste mensen hebben een vision board gehoord. En daarbij creëer je dus een prachtige, mooie collage van beelden die jouw toekomst voorstellen. Een van de belangrijke dingen daarin wil ik je vertellen, is dat jij daarin ook plaatjes neerzet. Je gelukkig bent, ontspannen en gezond. En eventueel, als je overgewicht hebt, ook slank. Dus dat wil je allemaal in zo'n vision board terugbrengen. En dat is dus heel belangrijk. Dan, tweede wat belangrijk is, dat jij jouw woorden monitort. Dus wat je zegt, wat uit je mond komt, ga je monitoren. Je gaat opletten, hoe spreek ik over mezelf? Hoe spreek ik tegen anderen? Jij wil de beste versie van jou zijn, want die heb je geplaatst in de toekomst. Dus wanneer ik kijk naar de toekomst, zie ik de beste versie van mezelf. En ben ik ook veel wijzer en misschien wel zelfs gezonder en vitaler en energieker en meer passievol. Nou, dan heb je je gevoel weer continu in dat gevoel in het beeld stappen, dus het visuele beeld. Elke keer als je de vision board ziet, en dan glimlach je en zeg je: dit is aan het gebeuren, dit is voor mij. En dan heb je natuurlijk dat je visualiseert. Maar allerbelangrijkste wat ik je nu ga vertellen, is dat elke overwinning die je behaalt, al of niet op weg naar jouw droom, vier je. In mijn geval vier ik het met champagne. Dus hier thuis hebben we al van die kleine flesjes champagne kunnen net 2 glazen uit. En dus elke keer als we iets te vieren hebben, pakken we een fles champagne, gaan we ook vieren. Dus ik raad je zoiets aan om op wat voor manier dan ook elk succes te vieren. Want nu heb ik champagne geassocieerd met mijn droom. En elke keer als ik champagne drink, dan denkt mijn brein: oh, we zijn op weg naar die droom, wat ook waar is. Dus dat is een hele slimme link. Elke keer als ik zeg maar, ruik, mijn anker, in mijn geval is het pepermunt, is mijn anker, is de aromatherapie die ik heel veel gebruik. Ik heb daar ook een speciale diffuser voor, een vaporizer. Daar stop ik in de ochtend pepermunt in en dat
triggert bij mij onmiddellijk het succes van de toekomst. Dus op deze manier ben ik mijn brein continu aan het prikkelen. En dat is een van de allergrootste, allerbelangrijkste strategieën die we mensen zien weten. De successen vieren met de, iets dat smaakt zoals jij in de toekomst al geankerd hebt. Wat je in de toekomst al geankerd hebt. Nou, even terug naar eigenwaarde. Het woordje ik ben het waard. Ik ben meer succes en meer geluk waard. En dat is een affirmatie die je zou kunnen zeggen dagelijks. Dat we, elke keer wanneer ik de vision board zie, elke keer als ik mijn succes vier, elke keer als ik denk aan iets dat ik wil bereiken, dan affirmeer ik automatisch, ik ben dat waard. Ik ben het waard. Nou, en dan is het, als je het waard loslaat, dan zeg ik ben het. Dus ik ben het betekent ik ben de persoon die het waard is. Ik ben de persoon die de succes gaat creëren. En in mijn beeld, zoals ik het zie, waar ik nu ben en waar ik naartoe ga, dat zijn niet de twee dezelfde personen. Deze persoon hier in de toekomst is veel meer ontwikkeld dan ik hier. Die heeft veel meer ervaring, heeft veel meer wijsheid. Die is een betere versie van mezelf. Ik kan niet, zoals Einstein zei, met dezelfde mindset die ik nu heb, die het verleden heeft gecreëerd, kan ik niet iets groters creëren naar de toekomst toe. Dus ik moet mezelf gaan veranderen. Ik moet mijn mindset, mijn manier van denken gaan veranderen. Dus wanneer ik zeg, ik ben het, dan ben ik die persoon die in de toekomst leeft. Hè? En die steeds dichterbij komt, by the way. En dan kun je zeggen, ik ben. En dan, ik ben het al. Is echt maar, ik ben. En als je zegt, ik, dan valt alles dus samen. Dus ik ben het waard, ik ben het, ik ben ik. En op het moment dat je zegt ik, dan stap je volledig in die identiteit van de toekomst. Laat ik dit nog herhalen, want dit kan misschien verwarrend zijn. Wij kijken naar de toekomst. Je, al of niet op een vision board, al of niet in een visualisatie. En jij zegt, ik ben het waard. Ik ben wat ik wil, ben ik waard. Dat is dus het totale scenario. Dan krijg je een klein. Ik ben het. Dus ik ben reeds diegene die succesvol is. En dan ik ben. Dus wanneer je zegt ik ben, is dat de staat van zijn. Dus dan breng je het naar het nu toe. Ik ben. Dus nu voel ik het in mij. Ik ben gewoon. En een laatste stuk ik. Dus op het moment dat je zegt ik, hè, ik wijs naar mezelf, ik. Dan is ik eigenlijk al de toekomstige ik. En dit is een truc, hoef je niet helemaal te snappen. Maar het zijn de vier stappen. Ik ben het waard, ik ben het, ik ben ik. Nou, die combinatie maakt het voor het brein nog krachtiger. Want op het moment dat je dat hebt gedaan, geassocieerd steeds met die toekomst, op het moment dat zei ik in elke zin en context, ik wil, dat ik is de anker, dat ik is de toekomstige ik. Nou, als je dat dus meeneemt in je gedachten, ben jij dus je brein aan het programmeren. Nou, hoe bouw je de routine op? Ik wil kort even over zeggen, hoe begin je de ochtend? We hebben een routine nodig. Als je geen routine hebt, dan zijn je kansen op succes vele malen minder dan wanneer je wel een routine hebt. Tony Robbins, hij is nu op dit moment, wat zal het zijn? Hij zegt dat hij dit jaar 6 miljard dollar waard is. Nou, hij behoort in ieder geval tot de top 1% op de wereld. En dat is een trainer, motivator geweest, die heel slim heeft geïnvesteerd. En hij doet nog steeds elke dag, elke ochtend, zijn ritueel om zich voor te bereiden op de dag. Ik heb een ander vriend, Wim Belt, ook een miljardair, die doet precies hetzelfde. Die bereidt zich elke ochtend voor op de dag. Nou, 2 miljardairs die dat doen, dat zou al een extra motivatie moeten zijn. En beiden zeggen dat dit proces, dat ochtendritueel, dat maakt wie ze het nu van tegenwoordig zijn. Dat bepaalt hun succes. En ik kan daarin in getuigen, want ik doe ook mijn ochtendritueel. Daar zit onder andere ook sport erbij. Dat doet Tony Robbins ook. Wim weet ik niet of hij 's ochtends sport, heb je nooit gevraagd. Maar in ieder geval, wat ik hiermee wil aangeven. Je begint de dag met een ritueel. Waarom begin van de dag? Omdat onze hersenen, onze brein staan nog open. Die zijn nog niet vervuild met allerlei gedachten en allerlei doedingen. Dus, en ook de hersengolven, die zijn veel meer faciliterend voor opname dan voor productie. Dus in de ochtend, als je net wakker bent, ben je nog steeds open om op te nemen. En je bent nog niet maximaal productief. Dat is dus één reden waarom 's ochtends heel belangrijk is. Dus wat doe je in de ochtend? Dan zet je de intentie voor jouw toekomst. En dat kan simpel zijn, even visualiseren, kort, een paar minuten.
Dan denk je aan je toekomst. En dan doe je dat in de 5-vectoriële hologram, zoals ik je net heb verteld. Dus je niet alleen je ziet het, het is niet alleen visueel, maar het is ook auditief, de dingen tegen jezelf zegt. Het is ook kinesthetisch wat je voelt. Het is ook wat je ruikt, dus bij mij is het pepermunt. En je stelt je voor bijvoorbeeld, wat ik heb aangeraden, hoe champagne dan zou proeven. En hoe dat op je tong prikkelt en hoe dat smaakt en al dat soort zaken. Daar begin je 's ochtends mee. Niet te lang, even voor de duidelijkheid. Dat doe je een paar minuutjes en dan doe je een paar affirmaties. Ik ben het waard, ik ben het, ik ben en dan ik. En bij het moment dat je ik zeg, dan neem je die hele hologram op in jouw lichaam, in jouw systeem, in jouw brein. En jij wordt die toekomstige zelf. En de rest van de dag doe je je best om die toekomstige zelf expressie te geven. De manier hoe je praat, hoe je denkt, hoe je reageert met anderen, doe je steeds vanuit je toekomstige zelf. Nu zijn er momenten waarbij dat misschien niet helemaal goed is. En op dat moment kun je correctie uitvoeren. Bijvoorbeeld Tony Robbins zegt, mental emotional management. Je moet binnen 90 seconden in staat zijn van een slechte mentale staat, emotionele staat, naar een goede, naar een piekstaat te gaan. En daar heb je allerlei technieken voor. Op 2 en 3 juni in de Kick-Ass in Koningshof gaan we die technieken leren, waardoor jij binnen 90 seconden van een niet-piekstaat naar een piekstaat kunt gaan. Nou, jouw taak gedurende de dag is om die piekstaat te behouden, alsof jij reeds die succesvolle toekomstige zelf bent, die je 's ochtends hebt gedownload en opgeladen in je systeem. En dan 's avonds, voordat je gaat slapen, dan kun je bijvoorbeeld evalueren hoe de dag was. En dan doe je opnieuw een visualisatie, met name op stukken in de dag waarbij je niet volledig in je kracht was, waarbij je iets deed of iets zei dat niet heel kracht was. Nou, wat je aan het ontwikkelen bent met deze rituelen is wat we noemen zelfbewustzijn. Een van de belangrijkste dingen die wij voor onszelf kunnen doen is als het ware visualiseer dat we een coach hebben buiten onszelf. Ik zet hem even hier, zodat je kan zien. Hier is mijn coach, die kijkt naar mij, wat ik aan het doen ben, hoe ik zit, hoe ik sta, of ik wel genoeg water drink bijvoorbeeld. Neem een slokje erbij. En die coach praat tegen mij. Dit is niet dezelfde als de interne criticus. Deze is wel kritisch. Die kijkt in het nu van hoe ik reageer. En die geeft mij feedback. Dus ik word steeds zelfbewuster wanneer ik 's ochtends de intentie zet om gedurende de dag bij de les te blijven. Om gedurende de dag in het spoor te blijven van mijn toekomstige zelf. Dat is heel erg belangrijk. Dus 's ochtends visualiseren, geurtje. En dat doe je met de 5 vectoren, de 5 zintuigen, de 5 sensoren. Dat is visueel, dat is dus zien, visualiseren, auditief wat je tegen jezelf zegt. Ik ben het waard bijvoorbeeld. Het is kinesthetisch, hoe je voelt, dankbaar, liefdevol. En bijvoorbeeld gewoon willen geven, compassievol. Het ruiken, dat kun je doen met wierook, dat kun je doen met een geurtje. En dan heb je natuurlijk nog het proeven en dat visualiseer je. Ik doe het met champagne of met piña colada. En daarmee heb ik de 5 vectoren. En dan voordat ik stop, integreer ik het volledig in mezelf. Ik stap als het ware in de hologram. En ik download het in mijn brein, in mijn systeem. En de intentie die ik zet is om de hele dag dus in deze staat van zijn te blijven. En wanneer ik dat niet ben, dan stop ik. Ik noem een time-out. En dan heb ik 90 seconden. Het mag iets langer, korter. Om weer terug te komen in die piekstaat. En dat doe ik dus simpel weer met herinneren aan waarom ik het doe. Dus ik ga weer terug naar wat ik 's ochtends dus doe. En dat is visualiseren van mijn doelen en mijn dromen en dat soort zaken. Nou, dus dat is hoe we de gedurende dag zijn. Nou, even terug naar de kick-ass. Want dat is uiteindelijk waar ik een aantal technieken aan je ga leren. Maar hiermee kun je heel veel. Je hoeft van mij niet naar de kick-ass te komen. In de kick-ass kunnen we een aantal lagen dieper gaan zitten. Wat ga ik in de kick-ass precies doen? Ik ga je 1 geheim vertellen. Je mag dit verder vertellen. Is namelijk, wij gaan jouw tijdslijn gaan wij schoonmaken. Wat wil zeggen dat ik de tijdslijn ga schoonmaken? Het betekent dat wij in ons verleden, en er zijn 4 vectoren, 4 causale verbanden, die onze huidige tijd kan beïnvloeden. Die 4 zijn iets dat gebeurd is in dit leven, na onze geboorte, meestal in de eerste 7 levensjaren. Het kan zijn gebeurd tijdens de zwangerschap. En het kan gebeurd zijn, als je daarin gelooft, een vorige leven. Of het kan overgeërfd zijn van jouw familie.
We gaan al die lijnen schoonmaken. En dit is heel belangrijk. We kunnen in één sessie van 15 tot 20 minuten, kunnen we bijvoorbeeld een belemmerende overtuiging weghalen. En we gaan heel veel belemmerende overtuigingen weghalen. We gaan heel veel traumas weghalen. Alles wat jou tegenhoudt om in jouw innerlijke kracht te zijn en te blijven, gaan we werken zodat het verleden of jouw familie of jouw omgeving of zelfs tijdens de zwangerschap waarbij je 9 maanden in de buik van je moeder was, dat die geen negatief effect meer hebben op jouw toekomst. Nou, dat alleen al, dat is gebeurd niet in één sessie uiteraard, maar dat alleen al is meer dan deze workshop waard. Denk me even goed na. Want of jij nou gaat voor een hele grote droom, of alleen voor meer geluk, betere relaties, meer gezondheid, gewoon meer genieten in het leven, vergeet even geld en succes en al dat soort dingen. Als jij gewoon gaat voor relaties, geluk, gezondheid, een lang leven, dan wil jij ook alles verwijderen dat jou daarin saboteert. Al die gegevens zitten gewoon nog in je hersenen. En we moeten een nieuwe software, die heb ik genoemd de innerlijke kracht 2.0, of kortweg de ik 2.0, gaan we installeren. Dit heb ik nooit eerder zo intensief met een groep gedaan. Wat ik wel heb gedaan is therapeuten en coaches opleiden hoe zij dat met anderen kunnen doen. Maar ik ga nu alle theorie weghalen en volledig richten op dat. Dan moet je je voorstellen dat jij een klant van mij bent en dat je bij mij komt. Wat ik dus dan nodig heb om hetzelfde te doen wat we in dit weekend gaan doen, zijn ongeveer, zo schatten, 6 tot 8 sessies van minimaal 30 tot 40 minuten. Zou ik met jou bezig zijn. En laten we niet mijn prijs nemen, want dat is voor heel veel mensen onbetaalbaar. Laat de prijs nemen van een gemiddelde coach, wat zal dat zijn? €150? Zal dat zijn €200? Stel dat je 6 sessies krijgt van €200, dan ben je €1200 kwijt. Ik ga je die 6 en meer geven in de ik-weekenden. Ik-weekend, de kick-ass-weekend, waar we dus echt gaan werken om je op te schonen, zodat jij met een heel nieuwe identiteit de toekomst in kan stappen. En daar heb ik een hele speciale techniek voor. Daar gaan we werken met magneten, die direct op de brein worden toegepast, waardoor het geheugen, als het ware, heel snel kunnen wissen. Ik heb een methode ontdekt waar we het geheugen uit de brein naar boven kunnen halen, en met een magneet wissen we dat heel snel uit. Nou, dat werkt fantastisch, ik doe het zelfs hier thuis ook. En ook met mijn vrouw en ook met mijn dochtertje. Dus ik weet dat dit werkt absoluut als niks anders. Dat ga ik je leren, je krijgt een magneetje ook van mij. En daarmee ga je naar huis en dan kun je elke obstakel op je weg, kun je op die manier, kun je dus uit jouw brein gaan weghalen. Nou, dat is dus wat we in de kick-ass gaan doen. Dus we gaan daar de hersenen programmeren, nieuwe krachtige geloofsovertuigen. Die ga ik je daar laten zien, dat is ongelooflijke overtuiging om onstopbaar te worden, onverwoestbaar, om door te kunnen blijven gaan. We gaan de sabotages weghalen. We gaan met de timeline therapy, gaan we jouw tijdslijn helemaal schoonmaken. Niet alleen het verleden, maar ook naar de toekomst toe. Dat is een hele bijzondere techniek. Dat is uitgevonden door Ted James, die heeft dat ontwonnen, een hele bekende NLP'er. En we gaan dit verankeren in jouw 5 sensoriële, ik ga zelfs voor 7 vectoriële hologram, gaan we dat verankeren in je hologram, en dat gaan we helemaal dus in jouw eigen maken. Dus het eind ga je dus stappen in die nieuwe hologram, die zie je ook voor je, die voel je, je ruikt het, en dan stap je dus in, en dan gaan we dat volledig in jou integreren. Nou, ik kan je beloven, en dat beloof ik je, dat dit een ware transformatie gaat geven voor je hele zijn, voor je toekomst, voor wat dan ook. En ik hoop dat je het besluit neemt om ook te komen. Want wat kost het? Minder dan 1 sessie. Misschien zeg maar 1 sessie. Laat het €150 kosten. En natuurlijk heb je nog een extra uitgave. Je moet er naartoe. En misschien overnachtje of niet. Maar voor die €150 krijg je iets dat ik garandeer je heb je nooit eerder gehad. Ook al ben je 10 jaar therapeut, 20 jaar therapeut. Wat ik ga geven is nog nooit eerder gedaan. 100%. Ik heb de beste van de beste heb ik samengevoegd in de innerlijke krachtweekenden. Nou, wat ik hoop te bereikt hebben met deze Facebook Live is dat je alvast kunt starten. Dat je niet hoeft te wachten tot de kick-ass weekend, maar je direct kunt gaan starten. En ook dat je, als je dat wil, deze Facebook Live deelt met vrienden, met anderen die je toewenst. En of ze komen of niet komen, maakt niet zoveel uit. Maar alleen door het gebruiken van
principe van de hologram. En ik weet zeker dat je dat nooit zo eerder hebt gehoord in deze context. Dat maakt het bijzonder. Er zijn heel veel manieren om succesvol te zijn. En ik geloof dat deze manier waar ik mee werk, dat een van de snelst werkende manieren is om je doelen te behalen. Maar met name je dromen waar te maken die misschien helemaal niet realistisch zijn. Ja, dus als ik tegen jou zou zeggen, van wat is jouw belangrijkste droom? Je zou tegen mij zeggen, ik wil in een prachtige villa wonen, ik wil een privéjet hebben en ik wil dit en ik wil dat. Enzovoort, enzovoort. En een prachtige relatie en gezond en vooral en. En dan kan ik je helpen. Als jij zegt van ja, ik wil gewoon, van 1 ton gaan naar 1,5 ton. Daar heb je mij niet voor nodig. Maar als ik wil van 1 ton gaan naar 1 miljoen. Of naar 2 miljoen of naar 100 miljoen. Dan zou je mij kunnen inhuren. Want ik weet zeker dat ik alle blokkades die jij hebt op weg naar jouw allerstoutste droom. Of dat een relatie is. Of dat gezondheid is. Of wat dan ook. Kan ik je daarmee helpen. Nogmaals, ik hoop vanuit de grond van mijn hart dat deze Facebook Live jou ertoe zal brengen om dus met mij te komen delen. Ik heb nog 1 mededeling en dat is dat ik nog een live webinar ga geven aanstaande dinsdag. Mocht je meer en dieper willen, daar gaan we echt de diepte in en daar ga ik wat meer technieken geven. Of wat dieper in op de geloofsovertuiging die je kan ontwikkelen. Ik ga dieper in op een aantal technieken die je alvast kunt toepassen. Maar het allerbelangrijkste is om het besluit te nemen om 1 weekende met mij door te brengen, 2 of 3 juni. Want als je dat doet, dan beloof ik je dat je leven er heel anders zal uitzien. En dat je daarna op een versnelde track komt. Dan ga je op de fast track naar de toekomst. Dat wil niet zeggen dat je daarmee nooit meer een uitdaging hebt in je leven. Onzin. Dat wil niet zeggen dat je geen tegenslagen zult hebben. Onzin. Wat het wel wil zeggen, dat je beter met die uitdaging kan omgaan. Dat je veel sneller terugkomt van die tegenslagen. En dat je je doelen veel sneller realiseert. En dat je veel meer zult merken dat het universum jou ondersteunt. Sommige mensen denken dat het spirituele gewawel is over synchroniciteit. Niets is minder waard. De wet van aantrekkingskracht is misschien geen echte wet. Het is een combinatie van verschillende principes. Dus ik zou eerder spreken over de principes van aantrekkingskracht en niet de wet van aantrekkingskracht, want zo werkt het niet. Ik breng je een aantal principes toe waarvan ik weet dat ze werken. Die werken voor mij, voor mijn realisaties, werken voor de realisatie van mijn vrouw. En die gaat als een speer. En naar verwachting komt ze van deze zomer op nationale tv in Amerika. Nou, als je dat kan, Dan ben je echt aan het manifesteren op een heel hoog niveau. Nou, zoals ik heb verteld, mijn droom is om een megacenter te manifesteren in de vorm van een piramide, waar we de meest geavanceerde holistische geneeskunde gaan toepassen en arts en therapeut gaan opleiden. Dat is mijn droom. En ik ga het waarmaken binnen 3 tot 6 jaar. Dus daar ga ik voor. En daarom gebruik ik deze technieken zelf ook. En die wil ik nu met je delen. We zijn nu echt klaar om met heel veel mensen gedeeld te worden. Nogmaals, deel deze Facebook Live met je vrienden. Ik ben je eeuwig dankbaar, maar het gaat mij meer erom dat zij er ook wat aan hebben. Ik hoop dat je hier werkelijk wat mee kan. En laatste tip die ik wil geven, voordat je in slaap valt, dan denk je heel kort even aan die toekomst die je wil realiseren. Dat wil je meenemen in je slaap. Je wil erover dromen. Je wil jouw dromen, wil je dromen. En je wil in je hologram jouw dromen beleven. Beklijven. En die breng je dus helemaal terug in je neuronale architectuur. Ik hoop dat je wat aan hebt. Nogmaals, deel deze video en klik op mijn website roymartina.com voor meer informatie over de weekend 2 tot 3 juni. We hebben nog veel meer dat komt. Ik heb het verteld, op 25 mei doe ik de Next Business Level met 7-8 andere auteurs. En daar ook ben je van harte welkom. Ook kijk ook op mijn website onstopbaarsucces.nl voor mijn nieuwe boek dat 25 mei uitkomt. En tot de volgende keer. En ik hoop dat je hier echt wat aan hebt gehad. Tot snel en veel succes. Bye bye.